Howdy ho, en welkom bij de server update numero dos, dat is 2 in het Spaans. Ik ben Miri en waarschijnlijk heb je wel een keer eerder een filmpje van mij gezien op dit account. En deze keer ben ik terug. En we zijn bezig met de server. Server update 1 heb je misschien al gezien. Danny heeft dat heel erg duidelijk gemaakt en heeft duidelijk laten zien wat we gaan doen en uitgelegd en zo. En ik ga laten zien wat er in de tussentijd is gebeurd. De regels, vrij simpel allemaal. Het is een survival server en hier staan de admins en de moderators, Arcanian, DS Grander en ik natuurlijk, Bury. Het staat duidelijk aangegeven dat daar de markt is, dus daar gaan we eerst even in. Hier heb je dus Market District en het is nog niet af, maar het... Het begint ergens op te lijken. En we hebben ook een soort van trade mod. En daarmee kun je dus kopen. Ik heb geen idee hoe het werkt. Ah. Kan ik nu iets van... enter the numbers of items you want to buy. Ik wil er graag... 3. Oh. Voor $300 heb ik nu 3 appels kunnen kopen. Nou, dat werkt dus zo. we hebben daar ook al een klein huisje van een van de spelers die al toegelaten is tot de server. We hebben hier een gevangenis en houd je aan de regels of je wordt gejailed. Ja, dat is vrij duidelijk dus. We hebben hier, hebben jullie ook nog niet gezien, geloof ik. Even snel naar beneden. We hebben een portal to the end. We hebben een portal naar de Nether en daar komt een sky portal. Dat is naar de Skylands. Ik ga niet induiken, want dat gaat ten koste van mijn FPS. En, dat moet je zo maar komen checken. Het ziet er erg vet uit. Wat hebben we nog meer? Metrostation, of course. We hebben nu een metrostation. Ik hoop dat die werkt. Niet? Oké. Er komt dus niks naar boven. Daar zijn ze dus waarschijnlijk nog mee bezig. Maar... ik kan je wel vertellen, dat gaat een heel eind weg. Ik zie het einde niet eens. Het metrostation heb ik dus laten zien. Wat moet ik nog meer laten zien? Wat hebben we nog meer? Dit, dames en heren, is mijn dorp. Ik heb dit geheel alleen gebouwd. Het is nog niet af. Het wordt nog maar toegevoegd en het wordt nog uitgebreid die kant op. En er komt hierboven nog wat en... het schiet al lekker op. Ik vond het wel leuk uit te zien. Standaard huisjes, een brugje, een verlaten achter schipje. Scheepje. Ongelooflijk. Dat is er met mijn hand aan. We hebben nog meer een mining house met een mine erbij. Oh, er loopt water, dat is niet de bedoeling. En we hebben hier een... dat huisje, dat hebben jullie al gezien waarschijnlijk in server update 1. Danny heeft dit ding gesloopt. Ik ga eens even laten zien wat het is. Het is een enchantment. Hoe moet je dit noemen? Enchantment. Ik zeg toolkit. En als je die gebruikt, dan kun je er iets in doen. Ik heb mijn diamond sword ingedaan. En dan kun je kiezen. En het aantal punten dat je hebt staat onderin. Een genoemde 4 staat er bij mij. Dus even kijken, heb ik nog wat ik in kan doen? Ik heb helemaal niks toevallig. Maar goed, dan kun je die erin doen. Dan kun je selecteren. En dan krijg je een kleurtje. En dat zorgt ervoor ook dat je... in dit geval van het zwaard is het dan dat je sneller monsters killt en zo. We hebben ook een heel groot huis, ook zelf gebouwd. Voor maar een zacht prijsje. Natuurlijk niet. Het kasteel. Dat is je waarschijnlijk al opgevallen. Ik ga het meteen even laten zien. Gemaakt door Arcanian. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Anders sta ik erg voor lul. Het is een leuke combinatie van stone brick en nether brick. Is dat geloof ik? Het ziet er wel leuk uit. En ik vond het er wel leuk uitzien. Ik denk dat hij hier in het midden nog wat gaat doen. We zullen het afwachten. En zoals je misschien al hebt gezien, daar, ik scrolde dan net al even langs, is mijn schip. Ik ben er heel erg trots op. Het is best goed gelukt, vind ik zelf. Het ziet er leuk uit. Spreekt dit jou dus allemaal aan? En ben jij een van die mensen die denkt van, wauw, dat is fucking cool en dat wil ik echt graag spelen? Dan moet je... even registreren op ons forum. De link zal ik in de description zetten.
Dat is hier beneden, voor het geval je dat niet door had. Nou, moet je even registreren en dan staat dan het server IP. En, er zit op het moment nog een whitelist op. Binnenkort wordt die public. En we gaan binnenkort overstappen naar een hoster in plaats van iemand die het host vanaf zijn PC. Ik zeg registreren. Vond je dit videootje leuk? Dan zou ik het ook erg op prijs stellen dat je even op de like-button klikt. Daar zou je mij erg blij mee maken. De like-button staat hier below. En als je nog niet geabonneerd bent, dan druk je op de knopje hierboven. Of als je op ons channel bent, kijk je naast onze avatar. Daar staat hij. En dit was server update numero dos. Dat is Spaans voor 2. Dat heb ik al gezegd. Maar dat maakt niet uit, want ik wil jullie ook wat leren. Dus ik heb jullie wat Spaans woorden geleerd. Dit was de Mega Minecraft Survival Server update 2. En dit was Burry. Ik spreek jullie snel.